Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Jullie zien er natuurlijk direct in beeld staan, namelijk de Fortnite item shop van vandaag. En vandaag zal het dus inderdaad de laatste dag zijn in dit seizoen dat we een item shop krijgen. Want morgen zitten we inderdaad in een nieuw Fortnite seizoen. Rechts onderin kun je natuurlijk nog wel eventjes snel de code teveelgevraagd invullen. Ook als je ons wil supporten bij het halen van de Battle Pass. Daarmee kun je ons heel erg helpen. En wie de code ook heeft ingevuld is Connor. Ik heb deze toffe dingen gekocht met de beste Shark. Ben je ook bij het evenement, Matthijs? Hey Connor, goede vraag. Ten eerste heel erg bedankt dat je ons support. En ik zal er waarschijnlijk wel bij zijn bij het evenement. Want dit wil ik denk ik niet missen. Vanavond om 10 uur zijn we live op YouTube. Dus check dat sowieso. We gaan denk ik direct starten met de video. Als jullie nog eventjes snel op het duimpje mogen willen rammen. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Dan gaan we denk ik direct beginnen. Ja, en het eerste topic, we kijken eventjes hoe ver we zitten in Season 2. Nou, op dit moment zitten wij op, nou, bijna 100%. Namelijk vanavond om 10 uur, of eigenlijk 10:15, namelijk na het evenement, dan zal Season 2 ten einde zijn gekomen. En gaan we dus morgenochtend over naar Season 3. Ja, en het gaat groot worden. Een Battle Pass krijgen we natuurlijk compleet nieuw. We krijgen sowieso nieuwe skins dus. We krijgen nieuwe wapens, map changes, andere game dingen. Ik weet niet eens wat, weet je? We krijgen zo ontzettend veel bij een nieuw seizoen. Dus ja, sowieso komen morgen video's online over dit nieuwe seizoen, Season 3. En ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan veranderen. Het gaat waarschijnlijk best wel weer veel zijn. We gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eerst eventjes hebben over de Soundwave series die eraan gaat komen. Namelijk op 9 juni. Dan zal er waarschijnlijk een creative map zijn waarin er een nieuw concert is. Dit keer van Jen Hoshino. Nou, dat heb ik allemaal laten zien. Maar in ieder geval deze Koi Dent die je al de hele tijd in de achtergrond ziet. Deze die wordt blijkbaar dan gereleased. Ja, dus die is al geleakt. Dus ja, een grappige emote die we dan gaan krijgen. Ik weet niet op wat voor manier we die kunnen unlocken. Misschien op een gratis manier, maar ik verwacht gewoon de item shop. We gaan door naar het volgende dingetje. Ja, over gratis dingetjes gesproken. We krijgen natuurlijk zeer binnenkort weer de Spider-Man Zero War. Hoe noem je dit daar? Stripboekjes. Maar in ieder geval, dit is dus de eerste teaser die we hebben gekregen van een gratis item. Ja, en dit wordt dus een nieuwe Spider-Man skin. Ja, dus dat gaat interessant worden. Een Spider-Man Zero skin variant. Dus die kunnen we dan gratis krijgen als je dat boekje koopt. En stel, je kunt dat boekje niet kopen, wat hoogstwaarschijnlijk zo is. Dan kun je hem altijd nog kopen in de item shop. Namelijk, hij komt waarschijnlijk over een aantal maanden, verwacht ik hè, in de item shop terecht. Dus dan kun je hem dan unlocken. We gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over het evenement en de teasers. Nou, we beginnen gelijk eventjes bij deze teaser. Hij is compleet. We hebben alle plaatjes gekregen. Namelijk content creators hebben de afgelopen dagen verschillende stukjes van deze, ja, dit totale plaatje dus geteased online. En nu hebben we dus het complete plaatje. En we wisten in principe al dat het die robot ging zijn. Want we hadden natuurlijk al de Fortnite Crew Pack van juni gezien. Wat precies deze robot is. Nou, ik moet zeggen, het is wel eventjes handig om hem helemaal compleet te zien. Namelijk, we zien echt duidelijk dat deze beer dus volledig equipped is met wapens. Dus op zijn knieën heeft hij wapens. Hij heeft op zijn heupen heeft hij wapens, op zijn chest heeft hij wapens, op zijn schouders heeft hij, overal heeft hij wapens. En die gaat hij denk ik nodig hebben om uiteindelijk dus de Fortnite wereld te redden. Tenminste, ik denk dat we dat vanavond dus kunnen verwachten, dat we deze zeker weten te zien krijgen. Dus ik ben hyped voor het evenement. Nogmaals, wij zijn er vanavond om 10 uur live bij. We zijn al eerder live om te kijken of er al wat dingetjes gebeuren. Meestal is dat wel zo. Dus dat wil je niet missen. Dus check onze livestream op YouTube. Dat is niet het enige qua nieuwtje wat ik heb. Namelijk de Collider. Die heeft weer een aantal keer gepoolst. Heel erg vaak moet ik eigenlijk zeggen. Namelijk vandaag waarschijnlijk ook weer. Zal die heel erg veel energy pulses doen. Namelijk op nummer 48 zit hij. En er zijn op dit moment 11 dashes actief. Wat waarschijnlijk vandaag ook meer en meer gaat worden. Namelijk vandaag hoort hij bijna helemaal vol te zitten. En wanneer hij bijna helemaal vol zit, dan begint het evenement. Dus zeker weten, big hype. Ik heb nog meer info over dit evenement. Waarschijnlijk als je erbij bent, dus bij het evenement, dus in-game, dan krijg je gratis items. Jawel, namelijk deze twee items, die worden dus blijkbaar gereleased. Namelijk een loading screen en een music pack.
En de music pack is op zich wel dik, maar het is gewoon grappig, weet je wel. Maar ik heb nooit music aan als ik überhaupt Fortnite speel. Maar die loading screen is zeker weten wel geinig. Dus dat gezegd over het evenement, meer info heb ik op dit moment niet. We gaan door naar het volgende en laatste dingetje alweer. Ja, en dit is gewoon eventjes een grappige clip. De beste manier om iemand te redden die down is. Moet je kijken. Quite a few here, be careful, there's about three here. Yeah, I can kind of see that, yeah. Hold on. I'll take you away. Just keep on there, keep on there, keep on there, keep on there. Oh my god, this is so epic. This is so epic. I wonder if they're. This is a good clip. Oh yeah, this is funny. Oh my god, yes. Okay, there we go. I'm sorry, but we're a ways from you right now, but I'm healing her up. Oh god, that's so funny. Ja, dit is een slimme manier. Wel een beetje toevallig, maar goed om te weten dat dit überhaupt mogelijk is. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. En ik zie je vanavond bij de livestream op YouTube. Peace out.